Ik ben Kia, ik ben 19 jaar en ik ben peerbuddy van Cas. We gaan vandaag het jachtseizoen naspelen van Stuk TV en we gaan er gewoon een hele leuke en spannende dag van maken voor iedereen die meedoet met de Dream Challenge. Dadelijk gaat het politieteam eigenlijk op jacht naar de boef. Er is één boef in het team en die moet eigenlijk proberen een uur uit handen te blijven van het politieteam. Ik ga vandaag de boef spelen, dus we gaan op pad. Ik heb gewoon een strategie, dat is eigenlijk heel kort uitgelegd, winnen. Het wordt heel spannend. Net voor de rand van het centrum zijn we eigenlijk rechts gegaan. En ik denk van ja, de eerste minuten moet je zo ver mogelijk weggaan. Dus de eerste 10 minuten kwartier hebben we echt gewoon flink gerend. Oké, we hebben nog ongeveer 3 minuten de tijd en dan gaan zij starten. We zaten in de auto en we gingen naar de locatie toe rijden om te kijken of we Luc eventueel al zouden zien. Dus we gingen een beetje kijken, oké, welke straten liggen er omheen, waar kan hij makkelijk heen, waar niet. Kun je ons misschien 5 minuten wegbrengen met de auto? 5 minuten? Ja. Wij twee met jullie mee. Hoi. Ik rijd denk ik niet deur. Oh, zijn ze echt? Ik wel. Ja, we hebben nu iemand met de auto. Dus kunnen we even kilometers maken. Nou, dat ging goed, hè? Ja, top. Fijn dat we een auto hebben. Ik weet begonnen waar we zijn. We krijgen over 2,5 minuten een nieuwe locatie. Oh ja, hier moeten we links. Ja, achter de wiel waren we. Nu kwam er gelukkig een tweede auto aan met een kindje. Wil je ons 5 minuten ergens vandaan brengen? We zijn met jachtseizoen bezig. Dus de laatste locatie was zo ver van elkaar af. Dus best ver. Ze heeft het afgezet bij de benzinepomp, net voor de KFC en het McDonald's. We zijn nu onderweg naar McDonald's en we hopen hem daar te kunnen onderscheppen. Oké, dan moeten we zo naar links. Nou, ze zijn best ver weg. We moeten nog 18 minuten. Dan gaan we even zitten. En ik dacht van ja, een beetje uitdagen de politie. Want het is toch wel leuk als ze de auto uit moeten. Ik denk dat we een beetje te lang hebben stilgezeten. Dat was niet zo slim achteraf. Oh, ze zijn super dichtbij. Hun bolletje gaat ons bolletje. Waar ben je, Luc? Waar ben je? Er stonden 10 minuten op de teller voordat we gewonnen hadden. We reden eigenlijk een doodlopende straat in. En we wouden eigenlijk alweer keren omdat we niemand zagen. Oh, kan niet. Jeroen zag hem op een gegeven moment en zei, kijk, daar rent hij. Daar zijn ze. Ja, hier kunnen we doen. Oh, hier. Dus ik keek achter me. En ineens stapte iemand met het rode tussentijd. En toen dachten we, ja, dit gaat rennen worden. Dus toen deden we het busje open. En toen dachten we, oké, nu is het gewoon nu of nooit. En toen zijn we gewoon gaan rennen eigenlijk. Ja, erbij. Yes. Is het gelukt, Cas? Jazeker. Altijd, hè? Balen. Pas op voor jou. Ik krijg terug op deze Dream Challenge met heel veel plezier. Positiviteit, ook hard werken, maar ja, dat hoort er nou heel bij. Maar als je hard werkt en alles goed regelt en goed afstemt met je peer buddy, dan kun je een heel mooi evenement neerzetten zoals dit. Ik zou het zeker aanraden om te werken met deze doelgroep en vrijwilligerswerk te gaan doen. Want als je ziet hoeveel het ze nu heeft gebracht en hoe enthousiast ze erover zijn, zou ik het zeker aanraden.